President Bouterse, regering gaat Alcoa-overeenkomst tekenen. Salarisverhoging voor leden van de regering wordt bevroren. En grote brand verwoest het oudste museum van Brazilië. Goedenavond, dames en heren. Dit is het journaal op maandag 3 september. President Desiré Bouterse is vandaag na een medische ingreep in Cuba teruggekeerd in Suriname. Direct na aankomst belegde het staatshoofd een persconferentie op de Johan Adolf Pengel luchthaven waar hij de pers te woord stond. President Bouterse bedankte hierbij ook vicepresident Ashwin Adhin, die belast was met de waarneming tijdens zijn afwezigheid. De eerste vraag die het staatshoofd beantwoordde was de kwestie UNASUR. Eigenlijk zit UNASUR een beetje op hapengapen, om het ruw te zeggen. En Suriname wil een poging wagen om samen met de overige lidlanden te kijken hoe wij enige reparatie kunnen voorstellen. Omdat dit integratiemechanisme van bijzonder grote waarde is voor Zuid-Amerika. En het zou zonde zijn na zoveel inspanning van de afgelopen jaren wanneer deze stilstand zich verder manifesteert. Ik zal met Buitenlandse Zaken wil Suriname initiatief nemen om in elk geval de zaak weer naar elkaar te brengen om dan dat mechanisme van integratie in de regio om dat weer op te pakken. Ook de Alcoa-overeenkomst kwam aan de orde. President Bouterse zei met nadruk dat de regering de Alcoa-overeenkomst gaat tekenen. De gesprekken en daarna onderhandelingen zijn al 4 jaar gaande. Naar zeggen van de president hebben nationale en internationale deskundigen aan deze overeenkomst gewerkt. In DNA is vrijdag 31 augustus bekendgemaakt dat de ontmantelingsprocedure on hold is. Dit is toen door de waarnemend president Ashwin Adhin per brief bekendgemaakt. Het staatshoofd zei het volgende. De regering gaat de zaak tekenen. Uiteraard heeft de DNA ruimte nodig om de zaken te lezen en mogelijkwijs vragen te stellen. Wat we niet moeten doen, is wat te doen gebruik is in Suriname. Want we zijn meesters in het om Suriname af te houden om dingen te doen. Surinamers weten het altijd beter, zoals u weet. Als dat Surinamers lid, wordt er niks gedaan. We hebben jaren geleden een fantastisch project van BHP hier gehad. En gelooft u me, het was een miljardenproject. Maar er is één Joharië troezel geweest over dat project. En dat project zou garanderen de voortgang van de bauxietindustrie voor de komende 60 jaar. Maar we wisten het beter en we zijn zo lang bezig geweest tot BHP de stekker eruit getrokken heeft. President Bouterse benadrukt dat wij als Surinamers niet moeten blijven praten, maar zaken nu in daden moeten omzetten. Salarisverhoging voor leden van de regering wordt bevroren, zegt president Bouterse. Tussen de CLO en de regering is er een overeenstemming bereikt om de lonen van de ambtenaren met 25% te verhogen en de 500 SRD wordt geïncorporeerd in het salaris. Het staatshoofd is blij dat het toch mogelijk is geweest om de ambtenaren deze looncorrectie te kunnen geven, ondanks de huidige financieel-economische situatie in het land. Hij is duidelijk in zijn woorden en verwacht solidariteit van zijn ministers. Waar we geen rekening mee gehouden hebben, is dat aanvanaf aan de verhogingen van de salaris van de ambtenaren er ooit een regeling geweest is. En wanneer ik het terugverwijs, niet om te verwijzen naar de regering, is gewoon een feit. En we zijn niet alert genoeg geweest om dat, laten we zeggen, dan te verbeteren. Dus het is daar zo. Die moment dat de directeuren een bepaalde salarisverhoging krijgen, heb je automatisch daaruit voortvloeit dat ministers en DNA-leden, dacht ik ook, een bepaalde verhoging krijgen.
Het is belangrijk om te weten dat niet de ministers zijn gaan zoeken naar salarisverhoging. Het is een voortvloeisel uit de afspraak waar we de kleine man tegemoet willen komen. Maar goed, dus ik ga dus samen met de ministers kijken wat we eraan gaan doen. En dan ga je zeggen, ik ga de ministers... Er is ruimte, het is hun geld, maar deze president gaat de zaak bevriezen in samenspraak met hun. Want we moeten de solidariteit niet met onze mond begeleiden. We hebben het niet geweldig als minister, maar laten we dan solidair zijn met de kleine man die het helemaal niet heeft. Dus ik ben klaar hiermee, we gaan in samenspraak met de regering de zaak bevriezen. Hij benadrukt dat de regering en met name de minister van Financiën de inflatie in de gaten houdt. 1 hectare in de Merianmijn van Nieuwmond Suriname, meer bekend als de Borrowpit, is opnieuw beplant. Uit de Borrowpit wordt materiaal gehaald om in de stad producten te vervaardigen. Het gaat dan om wegen, bruggen en meubels. Met de herbeplanting worden de gebruikte gebieden teruggebracht in de staat waarin ze waren. Nieuwmond Suriname wil in 3 jaar tijd 34 hectare aan pits opnieuw beplanten met 15.000 tot 20.000 bomen en plantjes. Er is een bepaling in de delfstoffenovereenkomst tussen Suriname en Nieuwmond opgenomen, waarbij is aangegeven dat de plek weer in zijn natuurlijke staat moet worden teruggebracht. Dus de selectie die we hebben gemaakt voor de bomen die we daar planten, zijn geen commercieel houtsoorten. Ze zijn allemaal specifiek daar opgezet gewoon om het beste biosysteem en ecosysteem op te zetten. Dus er is niet aan gedacht aan commercieel hout. Albert Ramdin, directielid, en Kamal Kodabach, supervisor van het milieuproject, zijn beide van mening om niet te wachten tot na 15 jaren, maar gelijk te beginnen. We brengen machines naar binnen. We proberen de area dan zo goed als mogelijk naar een natuurlijke staat te brengen. Normale contouren die je in de natuur hebt. Reclamation materiaal is gewoon eigenlijk, in de natuur heb je altijd een dunne laag, zo noemen het topsoil. Het is eigenlijk gewoon bladeren, droge bomen, die degraden, verrotten en die vormen dan een nutriëntlaag op de top. Dat spreiden we dan over. In 2 jaar tijd zijn enkele bomen gegroeid. De planten hebben zich aangepast aan de bodemgesteldheid. Wat Nieuwmond Suriname ook wil doen, is om de kleinschalige goudwinning bewust te maken van het milieu. Op de site wordt er ook gedaan aan het reguleren en recyclen van wastewater. Het bezig zijn met milieuvraagstukken is opgenomen in de delfstoffenovereenkomst tussen Nieuwmond en de staat Suriname. Een delegatie van het Amerikaans Congres, bestaande uit leden van de Republikeinse en Democratische Partij, heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan Suriname. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken werden de congresleden ontvangen door minister Ildis Polak Bigli, waar er verschillende onderwerpen zijn besproken. Tijdens de bijeenkomst waren het verder ook aanwezig minister van Defensie Ronnie Benschop, minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, de directeur van het Bureau Nationale Veiligheid, Danielle Veira, evenals minister Gilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen aanwezig. De Amerikaanse wetgevers hebben aangegeven dat de VS steun kunnen verlenen en of samenwerken op verschillende gebieden. Het gaat onder andere om klimaatsvraagstukken, bosbeheer en behoud en gerelateerde financiering, grensoverschrijdende criminaliteit, Drug Enforcement Administration, DEA, in Suriname, maar ook het aantrekken van buitenlandse directe investeringen. De Amerikaanse ambassade in Paramaribo zei dat, hoewel het bezoek kort was, de gesprekken zeer vruchtbaar waren. Het is het eerste bezoek van een delegatie van het Amerikaans Congres aan Suriname vanaf de onafhankelijkheid van ons land. De Vredeskerk der Evangelische Broedergemeenschap Suriname, EBGS, gemeente Suriname, EBGS, de Nikeri, viert op 13 september 2018 haar 115e jaardag. In dat kader heeft het gemeentebestuur van deze gemeente een verzoek gedaan aan het comité augustusmaand.
Het idee werd goed bevonden en vond de afsluiting gisteren plaats in Nikeri. Lloyd Vrede, voorzitter comité augustusmaand, vertelt het volgende. Jaarlijks, de EBG viert dus in augustus, hebben we dus een augustusmaand, waar we dus dan verschillende activiteiten organiseren en dat vieren wij dus eigenlijk in principe. En er is gekozen om dus voor de afsluiting, weet je, afsluiten van de activiteiten, afsluiten van de augustuscommissiemaand, om het hier te doen in Nikeri, dan wel bij de Vredeskerk. En waarom? Ze hebben ons dus gevraagd, een verzoek gedaan, omdat zij dus, als het goed is, in september 115 jaar bestaan. En ze zoiets hebben van, hey, laten wij dan de hele grote EBG-familie uitnodigen om dus dan samen met hun, met Nikeri, met Vredeskerk, ja, de dag, de augustusmaand af te sluiten. Honderden Anitri's uit de verschillende districten hebben zich met een aantal bussen aangemeld voor de jaarlijkse afsluiting van de augustusmaand. De dag begon met een kerkdienst onder leiding van bisschop Reinhold Pansa. Tijdens de dienst waren er verschillende voordrachten van onder andere het jongerenkoor Maranatha en de gemeenteleden van de Noorderstadskerk. Nel Codrington vertelde in het kort een verhaal over de 115 jaar oude Vredeskerk. 13 september is de Vredeskerk 115 jaar. Maar de kerk hier die u hier ziet was niet altijd op deze plek. Was aan de overkant van de rivier. En ze hebben een lange, lange reis gemaakt. Eerst naar Hena. Daar had je een plantage, welke Vreda plantage naar Debora. En van Hena naar Waterloo is een lange weg. En van Waterloo naar hier. En achter ons hebben we de buren, familie Codrington. Ze zijn nog in leven. Neef Harold en Fide Jasso. Van hieruit ging hij naar Waterloo, naar de Vredeskerk. Dat is het bewijs dat de Vredeskerk niet 115 jaar hier geplant is. Maar Brother Nassis en die keer, man. Bijbelboekwe Taki. Ik ben een korte spreker. Bijbelboekwe Taki. Je moet met vreugde naar de kerk gaan. Bij dit heugelijk feit waren onder andere aanwezig minister Mike Noor Salim als lid van de Sarenkerk, Harriette Bolassing Helstone, onderdirecteur cultuur en later kwam directeur cultuur Elvira Sandy als zingend de dienst bijwonen. 15 leden van de Vredeskerk werden gisteren gehuldigd voor hun trouwe diensten aan de gemeente. Na de dienst konden aanwezigen genieten van een gezellig samen zijn. De voorzitter van het gemeentebestuur van de Vredeskerk, Leslie Leisner, ging in op het 115-jarig bestaan. Inderdaad, gemeente Vredeskerk bestaat 115 jaar, 13 september komend. En als we terug mogen blikken, de Vredeskerk heeft een rijke geschiedenis. Ja? We hebben wat dat betreft lectuur, we hebben een expo gehad, het loopt nog steeds. En daaruit is er veel informatie. Ook hebben we een boottocht gehad waarbij we vertellingen hebben gehad. Maar ik weet, omdat ik als jongen hier vanaf mijn schooljaren heb, ben ik in deze gemeente geweest. En ik ken de gemeente zo'n beetje. Maar jaren terug was er hier eerder een kleermakerij, een bakkerij en een wasserij. Dat is om de gemeente op te bouwen. Dat is heel lang geleden, zeker 80 jaar geleden. Nu zijn er wat ontwikkelingen. En de ontwikkelingen die we nu doormaken, is dat er verandering is gekomen met betrekking tot de leiding binnen de Vredeskerk. Was het zo dat vroeger de dominee de leiding had, nu hebben we een gemeentebestuur dat de dagelijkse leiding heeft. Op dit moment hebben wij geen voorganger, vaste voorganger. We hebben twee maanden geleden hebben we een hulppredikant gehad, die dus leiding geeft aan het voorgangerskorps. Leisner gaf verder aan dat de gemeente ook wel dieptepunten heeft gekend. Eén daarvan is het wegtrekken van zeker 17 gemeenteleden. Deze zijn inmiddels terug en kunnen nu zelf gezien worden als stomvoetoes van de gemeente.
De renovatiewerkzaamheden aan het gebouw van Stichting Machinale Landbouw SML in Wageningen zijn in een vergevorderd stadium. Het bedrijf werd opgericht in 1949, maar kwam in financiële nood in de jaren 90. In dat jaar werd het bedrijf overgenomen door de SRO, Suriname Rice Organizations, die op allerlei manieren heeft geprobeerd het bedrijf te privatiseren. Dit kwam jammer genoeg onsuccesvol uit de bus. De bezittingen werden grotendeels verkocht. Zo gauw het gebouw af is, moet het weer in bedrijf komen. Het geen voordelen kan hebben voor Wageningen. Enkele bewoners hadden het volgende te zeggen. Vanaf Miroko SML, vanaf 17 jaar. Vanaf 17 jaar Miroko SML, Alice Fabriek, mijn naam Monter, voor dat ook toe. Miroko 32 jaar, dat SML, tapu. SRO, tik abra. Miroko Samana SRO, Bagadat SRO Gwe, Midel Lasse Arbeider Baga. Mi breiti tak SML Trai Baga, mi breiti so. Maar al mijn collega's politiek. Dat was aan mij kan tegen. SML bedrijf zo mooi, maar mijn sam salater. Ik weet dat u moet zeggen exact SML. Het is inderdaad SML. Maar ook een beetje Wageningen, toch? Want als je praat SML, ik weet niet of alles nog gelinkt is aan de SML, maar het gaat echt om Wageningen. Dat eigenlijk we blij zijn, we tevreden zijn, dat er weer een beetje opleving komt in Wageningen. Want als kind van Wageningen, geboren, getogen, misschien even weg geweest en teruggekomen, heb je eigenlijk alles meegemaakt. De ups, de downs en je bent er gebleven. Een beetje na de sluiting van de SML was iedereen eigenlijk gedemotiveerd. Van mijn kant, het is een opleving weer in Wageningen. Hè. Ik heb het al gezegd, we hebben door de sluiting van SML het hele gebied achteruitgang van Wageningen. Ja, 15 jaar geleden, 15, 16 jaar geleden was het een hele ramp. Binnen Wageningen, maar door de opstarten nu van SML, dan komt er weer ontwikkeling binnen Wageningen. Want SML deed alles voor ons. Hè. Vroeger ging het op de scholen, van alles. Ik zei nog, ik was ergens, ik sprak nog van, vroeger had je vele, werd door SML gefinancierd. Bedrijvencompetities, scholencompetitie, van alles. Maar door de sluiting van SML, is alles vooral los. Maar ik ben echt blij. Ik zelf ben nu werkzaam bij LVV. En ik zeg altijd, er zijn de toekomstige jeugd. Ja, ze moeten een toekomst hier hebben. En ik ben blij dat misschien een paar kinderen niet in de overheid kunnen gaan. Maar als ze in de bedrijf kunnen werken, dan heb je de bedrijvigheid. Wel, ik vind het goed. Nou, zodoende heb je wel een werkgelegenheid voor de jongeren. En that's it. Ja, na jaren. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Dat zei ik daarnet al, dat er wel werkgelegenheid gecreëerd is voor die jongeren. Want hier heb je veel hangjongeren en zo, ze hebben geen werk. Daar kunnen een paar wel aan hun werk komen, zodoende. En dit was ons Nationaal Nieuws. Bezoek ook onze website stvs.sr. Bedankt voor uw aandacht.